President Chandrika Prasad Santokhi zal voor 5 dagen uitlandig zijn, meldde de communicatieunit van de president, CUP, gisteren. Het staatshoofd zal in de Verenigde Staten van Amerika vertoeven voor persoonlijke redenen. Vice-president Ronnie Brunswijk zal, zoals gebruikelijk, als waarnemend president fungeren. Tijdens de reis wordt de president vergezeld door 1 veiligheidsambtenaar. De kosten van dit kort verblijf worden volledig door de president zelf gedragen.